Ja, het gaat goed met de opbouw. We zijn vrijdag begonnen en afgelopen zaterdag hebben we de ijsbaan opgebouwd. En we hadden, het weer zat mee dit weekend, dus we hebben in ieder geval ijs. En we zijn nu verder bezig met de inrichting en de laatste dingetjes. De ijsbaan is open vanaf 28 november tot en met 14 januari. En dan zijn we vrijwel elke dag open van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En wat we nog extra hebben dit jaar is in de kerstvakantie een reuzenrad achter de ijsbaan. We zijn hier achter ons zijn we bezig met de tent op aan het bouwen voor Middelburg Winterstad. De opbouw gaat echt wel goed. We liggen zeker wel op schema. Dus we hopen vanaf morgenmiddag allemaal open te kunnen. Wat gaat er gebeuren? Maar er zijn op donderdagavond livebandjes. Chef serveert ook op donderdagavond. Street Food Sundays bij Café Timpaan. Op zaterdag hippe muziek bij de Zanzibar. Zo heeft iedereen echt altijd hele leuke dingen. Het Winterbier Festival is dit jaar op vrijdag 14 en zaterdag 15 december. We hebben wat lokale en internationale brouwers die acte de présence geven hier op het Damplein, op de mooie Graanbus waar we staan op dit moment. En er zullen meer dan 100 bieren te proeven zijn. De mensen mogen het feestje niet missen, omdat het denk ik een hele mooie traditie al begint te worden in Middelburg. En we horen van de reactie van de mensen die geweest zijn dat het echt fantastisch is. Een leuke sfeer, gezelligheid, met elkaar lekker een biertje drinken, met een lekker hapje erbij. Ideaal.